Personen die nog steeds minder dan het bij wet vastgestelde minimumuurloon ontvangen, moeten een klacht indienen bij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Minister Stephen McAndrews zegt dat de klachten worden verwerkt door het cliëntcontactcentrum van het ministerie. Het is aan de Gemeenelandsweg. Ze hebben daar een cliëntcontactcentrum. Arbeidsinspectie gaat dan onderzoeken. En mocht blijken dat ze inderdaad beneden het minimumloon verdienen, dan kan arbeidsinspectie overgaan tot loonsvordering. Wat betekent dat het loon dat nog betaald moet worden, wordt gevorderd. En de mensen hun loon conform het vastgesteld minimumuurloon uitbetaald krijgen. Door het ministerie is geconstateerd dat de armoedegrens is gedaald in december 2023 en januari 2024. Nu wordt gekeken naar de ontwikkelingen voor de maanden februari en maart 2024.